Het aantal coronapatiënten neemt af. Dat is goed nieuws, maar het voorkomen van nieuwe besmettingen blijft belangrijk. Uw en onze veiligheid hebben onze hoogste prioriteit. Daar passen wij onze zorg op aan. Niet voor elke afspraak hoeft u naar het ziekenhuis te komen. Soms is ook een belafspraak mogelijk. Bij een aantal polyklinieken kan dit ook met beeldbellen. Heeft u een afspraak in het ziekenhuis, dan bellen wij u meestal 1 tot 3 dagen voor uw afspraak met een aantal vragen over uw gezondheid. Heeft u klachten die passen bij het coronavirus, dan stellen wij uw afspraak soms even uit of wij testen u. Maar meestal gaat uw afspraak gewoon door en zorgen we in het ziekenhuis voor extra bescherming. Meet voor uw afspraak uw temperatuur. Kom bij voorkeur alleen. Wordt u gebracht, dan wacht deze persoon buiten het ziekenhuis op u. Heeft u echt ondersteuning nodig, dan mag 1 begeleider met u mee naar uw afspraak. Kom op tijd, maar niet veel te vroeg, anders wordt het te druk in de wachtkamer. In het ziekenhuis ontvangt een medewerker u bij de ingang. Heeft u klachten die bij het coronavirus passen, dan krijgt u een mondmasker. Iedereen die binnenkomt ontsmet zijn handen met handalcohol. Volg in het ziekenhuis de instructies op de posters en houd zoveel mogelijk rechts. De wachtkamers zijn zo ingericht dat u eenvoudig 1,5 meter afstand kunt houden. Heeft u klachten, dan draagt uw behandelaar altijd beschermingsmiddelen. Maar ook in andere gevallen kan uw behandelaar bescherming dragen. Soms moet uw behandelaar voor uw behandeling dichterbij komen dan 1,5 meter. Heeft u geen klachten, dan kan dit veilig, zonder het dragen van beschermingsmiddelen. Samen met u zorgen we voor veilige zorg.